laatste vlog helaas van deze Londen-serie. Vorige keer zag je dat ik met Lynette naar Harrods ging. En daar hebben we gewoon lekker rondgelopen, wat gegeten. En uiteindelijk zijn we ook nog naar Buckingham Palace gegaan. Het was een ontzettend leuke en gezellige dag die we afsloten in de Pizza Hut. Dit was vorige week en dit is weer een nieuwe vlog. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag en dat is de dag dat we weer naar huis gaan, helaas. Vandaag hebben we nog even een dag hier in Londen en vanavond om 7 uur gaan we rijden. Zoiets, denk ik. Maar vandaag gaan we nog eventjes de stad in wel. We gaan naar London Bridge, tenminste naar het station. Want daar gaan we nog een volger meeten. Die wilde... En we zijn nu even aan het ontbijten. En dan gaan we zo weg. We moeten om 11 uur de kamer uit. En dan kunnen we wel gelukkig onze spullen hier laten. Dat scheelt. Dat is wel echt fijn. En dan halen we die vanavond weer op. En dan gaan we weer naar Victoria Station. Helaas. Oh, het was zo leuk hier. Hoor. Ja. Maar we komen sowieso terug. Ja. Ja. Ja, sowieso komen we nog een keer terug. Dat zeggen we gewoon altijd. Ja. Zo, we zijn net... dat hebben we eigenlijk ook nog helemaal niet gevlogd. We hebben net gewacht op die meiden, twee meiden. Best wel een tijdje, alleen helaas hebben we ze niet gezien. Maar goed, ik weet niet, we moeten nog even... Ja, we hebben geen internet hier ook, dus dat is gewoon heel lastig. Dus dat is wel heel erg jammer, maar dan moeten we nog even mee contacten even achteraf. We hebben net even, zijn we even door een marktje gelopen. Borough Market was het. Best wel druk, echt heel druk. Ik weet niet of dat komt omdat het zaterdag is of dat het gewoon altijd zo druk is. Maar dat is wel leuk om even te zien. En nu lopen we even een stukje gewoon een beetje door, door de straat eigenlijk. Gewoon even chill. Misschien heb ik hier iets van wifi vinden om ze te nemen. Oh ja. Ja, is goed. Zo, we hebben even een fruit cooler met mango en passievrucht. Allebei. We zitten hier even te chillen, want het is echt super slecht weer en het is wel jammer. Maar het is eigenlijk een beetje wachten tot we terug kunnen naar het huisje. Maar ondertussen hebben we even wat lekkers. Yay, we hebben de vogels gevonden, super leuk. We waren ze net misgelopen en nu liepen we hier en kwamen ze opeens tegen. Terwijl we hier niet eens hadden afgesproken, vet vallen. Super leuk. Zo, we zitten weer in de trein na veel gedoe om onze Oystercard op te laden. We hadden nog 20 cent erop staan, dus we moesten hem opladen. Maar dat was een heel gedoe. Niemand die vertelde ons dat Maestro niet geaccepteerd werd in dit station. Dus dat was nogal lullig. En toen waren we het een paar keer aan het proberen. Toen hebben we het weer gevraagd aan iemand. En die zei uiteindelijk, nee, Maestro wordt niet geaccepteerd hier. Toen zeiden we, oké, thank God. Dat hadden anderen ook kunnen weten. Dat hadden ze ook kunnen vertellen. Maar goed, dat werd dus niet verteld. Uiteindelijk hebben we geld gepint. Onze Oystercard opgeladen. En nu zitten we in de trein. Terug naar Peckham. En dan gaan we onze spullen pakken. Dan gaan we nog even wat drinken halen. En dan gaan we naar Victoria Station. Om uiteindelijk de bus te pakken naar het huis. Gaat het? Ze moet huilen, nee. Zij ziet in haar ogen. We hebben net gemeet met die meiden. Dat was echt zo leuk. Ik vond het echt, ik baalde ervan dat we gewoon niet langer met ze konden praten. Dat was zo leuk. Het waren meiden die ons al echt heel erg lang volgen. En dat is gewoon heel bijzonder, want dat maak je niet zoveel meer mee. En ze wisten echt gewoon sommige video's van een paar jaar terug nog helemaal. En dat is gewoon zo grappig. En het is gewoon heel vet om te horen dat zij zeg maar hier in Engeland wonen. Dat is echt heel cool. Echt heel leuk. Bedankt meiden dat jullie met ons wilden afspreken, meeten eventjes. Jammer dat het niet zo lang duurde, dat het niet zo lang kon, zeg maar. Maar dit is niet de laatste keer dat we in Engeland zijn, dus dat scheelt. Ik ben moe. Ik ben echt gestrest. Hè? Het is 5:05 en om 5:00 hadden we afgesproken bij bed and breakfast. Als we iets later zijn is het niet zo erg. Hoop ik. Denk het niet.
Zo, we zitten op de boot. Ja, we hebben nogal vertraging opgelopen helaas. Het is nu 10:50, zoiets. En ja, we zitten hier nu pas op de boot en we moeten nog vertrekken helaas. Dus, anderhalf uur doen we erover. Ondertussen heb ik trouwens ook nog dit soort bars gehaald. Wel lekker, 2 had ik er gehaald. Dus we gaan nu even wachten tot we aan de overkant zijn. Hallo! Hallo. We zijn op Den Haag Centraal. En mijn stem is helemaal kut. Maar, we made it. Ja, we gaan nu met de trein naar huis. We hebben best wel vertraging gehad. We hebben namelijk een boot gemist, zoals ik al zei. En we hebben ook best wel veel stops gehad. Waardoor we best wel lang moesten wachten. En nou hebben we ook nog eens een trein gemist. Tenminste, is dit... Oh, hè? Zo, creepy. Een donkere trein. We hebben dus een trein gemist en we moeten nu even een paar minuten wachten. 20 minuten of zo. Ik heb wallen als een malle gewoon. Kijk dit. Ja, ja. Wow. Wow. Nou, in ieder geval, we zijn dus weer bijna thuis. Dus dat is wel heel fijn. Leuk dat je hebt gekeken naar deze allerlaatste vlog. Wil je de vorige vlog nou zien? Klik dan op vorige vlog. En wil je de volgende video zien van mijn Londen-serie? Want deze is nog niet afgelopen. Klik dan op volgende vlog. Heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende week.